Welkom allemaal bij deze verleden, heden, toekomstlegging. Welkom lieve vaste kijkers, dankjewel voor het liken, delen, abonneren, doneren en natuurlijk alle mensen die privé readingen aan hebben gevraagd, jaarreadingen, super lief en natuurlijk ook alle positieve feedback op de filmpjes, op de readingen, aan mij persoonlijk via de e-mail, dankjewel, ontzettend blij. Met al die positieve, warme, liefdevolle energie die jullie met mij delen. Ben je nieuw? Kijk even of mijn manier van reden je aanstaat. Ik ben een intuïtieve reader, dus ik channel veel. Ik gebruik de kaarten eigenlijk alleen maar als tool. Dus ik ben niet een doorsnee tarot reader. En kijk even of, ja, of dat jou aanstaat. Als het je aanstaat, ik heb buiten dit kanaal heb ik nog 3 andere tarotkanalen. Doe daar je voordeel mee. Ga je abonneren en vergeet ook vooral niet om het belletje aan te klikken. Zodat je dus op de hoogte blijft van wanneer ik weer iets nieuws heb gepost. Of wanneer er een nieuwe short staat. Of wanneer er een nieuwe reading online staat. En ja, de kanalen staan hieronder. Mijn persoonsgegevens staan hieronder. Contactgegevens dus. Doe daar je voordeel mee. Wat mogen wij weten voor deze verleden, heden, toekomstreading? Ik ga beginnen met channelen. Ik hoor een obstakel wordt weggenomen. Oké. Waardoor er druk wegvalt. Dat kan natuurlijk op allerlei gebieden zijn, want het is een algemene reading. Hè? Dus het is voor het collectief. Dus kijk even wat er resoneert. Hè? Als ik het over de liefde heb, kan het net zo goed over het werk gaan. Of als ik het over het werk heb, kan het over jouw persoonlijke ontwikkeling gaan. Maar er wordt een obstakel weggenomen. Even opschrijven. Obstakel weg. Genomen. En daardoor krijg jij meer vrijheid. Dus het kan zijn dat er iets uit je leven verdwijnt waar je veel waarde aan hecht. Maar wat bij nader inzien als het verdwijnt, dat je achteraf zoiets hebt van wauw, ik had nooit verwacht dat ik het niet zou missen. Of dat je dacht dat je er afhankelijk van was, maar dat je heel goed zonder kan. Kan ook met een persoon te maken hebben, kan ook met een bepaalde hobby zijn, bepaalde passie, werk, bepaalde functie, wat het dan ook is. Een obstakel wordt weggenomen, dus dat is heel mooi. Wat mogen we weten over dat obstakel in het verleden? Dat heeft je leven flink beheerst, hoor ik. Een bepaalde afhankelijkheid, existence, kaart 1. Een bepaalde afhankelijkheid waar je, die jij loslaat. Misschien wilde jij te veel de regels nastreven. Hè? Perfect lichaam, perfecte baan, perfecte partner. Hè? Maar ja, wat is perfect, wat is goed? Ik denk dat je de onderscheid moet maken tussen wat goed is. Perfectie is sowieso nooit goed, want alles waar je te voor zet, dat is niet goed. Te dik, te dun, te veel geld, te weinig geld. Te groot ego. Te ondermijnend zijn. En ik denk dat je nu een beetje de realisatie krijgt van waar het er toe doet. Existence. Ik besta. Ik sta in verbinding met alles. Het astrale, hè, het hogere, het goddelijke, het universum, de kosmos. Ik ben. En ik sta in verbinding met het geheel. En ik denk dat jij langzamerhand uit de matrix, de 3D, aan het loslaten bent. Dus dat je om welzijn denkt van dieren, van mensen. En dat daar materialisme eigenlijk niet bij hoort.
in de breedste vorm. Dus dat materialisme veel dingen kapot maakt. Dat je heel veel dingen gewoon van de hand kunt doen. Dat je daar helemaal, dat je dat niet nodig hebt. Dat het eigenlijk alleen maar obstakels zijn. In het heden heb je postponement. Dus het kan zijn dat je in een tussenfase zit van transformatie. Dat je aan het evalueren bent van wat past er nog bij mij en wat past er niet bij mij. Dus ik noem maar iets. Wie ben ik zelf? Waar voel ik me het beste bij? Voel ik me het beste bij een dikke auto rijden of kan ik best met de fiets? Voel ik mij het beste bij merkkleding of kan ik ook gewoon mijn kleding totdat ze versleten zijn dragen? Ben ik mooi genoeg? Moet ik make-up dragen of kan ik ook zonder? Ben ik mooi genoeg? Moet ik alsmaar blijven diëten om aan het perfecte plaatje te voldoen? Of accepteer ik mezelf zoals ik ben? En natuurlijk binnen de gezonde normen uiteraard. Wil je nog in die 9 tot 5 baan zitten? Of ga jij liever iets doen waarbij je echt verschil uitmaakt? Dat je bijvoorbeeld iets met de natuur gaat doen. Of dat je in een ander land gaat wonen of werken. Wat mogen we weten voor de toekomst? De blank card, de nothingness. De toekomst, die ligt nog open. Jij kunt van alles en nog wat kiezen. Het is een algemene reading tenslotte. En je zit hier natuurlijk ook nog in die tussenfase. Dus je bent zelf aan het inkleuren van wat past bij mij. Wat vind ik belangrijk en wat vind ik niet meer belangrijk. Zonder daarbij na te denken over wat is de norm, wat is er vereist, wat heb je via je cultuur meegekregen, wat van belang is. Hè? Misschien hebben je ouders altijd gezegd, je moet een goede baan hebben. Wat is dan een goede baan? Is een goede baan keihard moeten werken en 3 of 4 slagen in de rond moeten werken, terwijl om al je rekeningen te kunnen blijven betalen, of is een goede baan, een baan waarbij je dus ook waarbij je geen stress hebt, waarbij je misschien minder salaris hebt, maar waarbij je wel gelijk ziet dat je goed doet. Hè, als je iets voor de natuur doet, als je iets voor andere mensen doet, als je iets terug doet op wat voor manier dan ook. Ja. Dus je weet nu meer en meer waar het om draait. Met de 3 van munten heb ik het gevoel dat je nu gaat zien het verschil tussen de 3D en 5D. En dat is dus ook, ja, of 3D en hoger, maar doe even voor het gemak 3D en 5D. Wat is onvoorwaardelijke liefde? En wat is geen onvoorwaardelijke liefde. 3D is geen onvoorwaardelijke liefde. Dan zijn er allerlei criteria, allerlei normen, allerlei regels waar je aan moet voldoen. Want anders dan voldoe je niet. En de 5D, daar maakt het niet uit of jij dik, dun, zwart, wit, grijs, geel, weet ik veel wat voor kleuren je allemaal hebt, bent. Er wordt onvoorwaardelijk van je gehouden. Kijk maar naar dieren. Dieren zijn 5D. Ze zullen altijd onvoorwaardelijk van je houden. Ook al heb je ze net uitgescholden. Ook al, ik hoop het natuurlijk niet, maar ook al ben je boos, verdrietig. Ze zullen onvoorwaardelijk altijd naar je toe komen. Ze zullen je nooit over je oordelen. Dat is onvoorwaardelijke liefde. En hier in de 3D zijn we altijd maar aan het oordelen. Iemand is te dik, iemand heeft te weinig geld, iemand voldoet daar niet aan. Of die persoon is te lelijk, of hoe durft die persoon zonder make-up op straat? Hoe durft die persoon dit te dragen? Dit is niet meer in de mode, of nou ja, noem maar op. En dan nog heb ik het nog niet over alle regeltjes die de politiek ons nog oplegt.
Ik denk dat jij op een gegeven moment in het heden nu realiseert van ik heb geen zin meer om aan al die regels te voldoen. Dat kan ook helemaal niet trouwens. Daar ga je helemaal kapot aan en dat zien we ook in de huidige maatschappij. Dus je gaat je steeds meer afzetten tegen de gevestigde orde. En je gaat kijken van keelchakra. Er zijn wat emoties die daarmee gemoeid zijn. Wat is voor mij het belangrijkste? Dus ik ben zelf niet voor niets vanuit Nederland 10 jaar geleden vertrokken naar België. Omdat ik in Nederland al die betutteling en al die regels zag. En 10 jaar geleden vond ik het al genoeg. En in België, sorry lieve Belgen. Maar jullie lopen 10 jaar achter. En dat is prima voor mij. Want dat betekent dat ik nog heel veel vrijheden heb. Die ik in Nederland al lang niet meer zou hebben. Wat zeg ik? Die was ik in 10 jaar geleden was ik die al kwijt in Nederland. En ik denk er ook aan om binnenkort naar een ander land te verhuizen. Waar ik weer terug in de tijd ga. Niet omdat ik wil vasthouden aan het verleden. Integendeel. Ik wil terug naar de puurheid. Ik wil pure gezonde dingen, onbespoten dingen kunnen eten van het land. Ik wil met mensen kunnen leven die misschien armer zijn, maar die wel heel blij en gelukkig zijn, die een verrijking hebben die wij hier niet meer kennen. Hier in de westerse wereld hebben we alleen maar verarming. Dus in die transitieperiode zit jij waarschijnlijk ook van wat past er nog bij mij, wat past er niet bij mij. Ben ik gelukkig in mijn huidige vriendenkring? Of leggen ze mij alleen maar die druk op om verder mezelf financieel in de nesten te werken? Hè? Zijn het mensen die zeggen van wil het nieuwste van het nieuwste qua auto, qua gsm, qua telefoon, qua smart, nou weet ik veel, smart dingen, smart horloges, smart tv, smart whatever. Het is ook een controlerende maatschappij geworden. Ik zag dat in Nederland eigenlijk al 10 jaar terug. Hier hadden we wat minder controles, maar ja, ook België moet met zijn tijd mee. En ik ben zelf, denk maar eens daarover na, ik ben zelf niet van alles maar gemakkelijk met een appje betalen en alleen maar elektronisch betalen en al die controles, overal die camera's op straat. Hè? We worden afhankelijk gemaakt. We worden een controlerende maatschappij. Dat heeft een bepaald doel. Denk daarover na. Gevestigde orde. We willen steeds meer macht, steeds meer controle. Dus ja, ik zal ook op een gegeven moment over een paar jaar hier vertrekken. Hopelijk dat mijn gezind is, maar ik denk het wel. En dan ga ik liever terug naar af, al moet ik naar Afrika. Als het daar het leven nog zo puur is, dan ga ik daar naartoe. Dus je bent op dit moment keuzes aan het maken van wat past er nog bij mij, wat past er niet bij mij. Natuurlijk kunnen we ons niet helemaal van de gevestigde orde distancieren, want ja, dat gaat gewoon helaas niet. We hebben ons al zo ver in de tang. Hè? Maar als het enigszins kunt en je hebt een boerderijtje op het platteland en je bent zelfvoorzienend, hè? Of je gaat naar een land waar je dat kunt opbouwen, hè? Waarom niet? En als je dat niet wil, net zo goed hoor, keuzes maken. De toekomst ligt nog niet vast. Toekomst is afhankelijk van de keuzes die jij maakt. Ga ik inderdaad naar een ander land, zodat ik zelf meer vrijheid kan hebben? Of ga ik juist naar een land waar ze nog meer regels hebben? Keuzes aan jou. We hebben allemaal vrije wil. Ik ga in de verlenging verder kijken wat dit gaat betekenen, ook qua toekomst. Wat voor keuzes jij in de toekomst gaat maken. Het collectief, weliswaar. En als we meerdere verschillende keuzes kunnen maken, wat dat dan voor mogelijke uitslag heeft. Tot zo, of tot de volgende keer. Namaste.